Hoi allemaal, een nieuwe aflevering van Mijn Kleine Wereld. Vandaag, jullie kennen wel krijtverf en een krijtbord. Bij de winkel is het altijd heel erg duur, maar ik ga laten zien hoe je heel goedkoop zelf krijtverf kan maken. Wat je daarvoor nodig hebt is gips. Je kan ook tegelvoeg gebruiken en dat is, kan je dat grijze spul voor tussen de tegels, maar gips is beter. En je hebt daar een heel klein beetje nodig. Zwarte verf, je kan ook andere kleurtjes doen. Wij gaan het straks nog met een andere kleur doen, maar we nemen eerst het zwart. Een bord. Een bakje in ongeveer deze hoogte. Een kwastje om zo meteen mee te roeren. Een lepel om, hier, om dit hier bij de verf te doen en om het krijtverf dan erop te scheppen. En dit ding hebben we nodig om het dan uit te smeren. Draai de top er helemaal af, dat gaat wat sneller. Zo is wel ongeveer genoeg. Dan ga ik nu een eetlepel, niet helemaal, gips erbij doen. Het is lastig om open te maken. En dan komt dit eruit. Op de lepel. Het bord wel een beetje, want ik kan niet zo goed dichten met links. Dit is ongeveer wel goed. Dat gooi je erbij. En dan ga je het mengen. Volgens mij heb ik een beetje te weinig, dus ik doe nog een stapje. Ik heb het wat wijder open gemaakt. En dan ga ik weer mee na. Zo, ik heb hem nu voldoende geroerd. Zo is het nu geworden. Als je te veel van dit hebt, kan je nog wat verf toevoegen. Heb je te weinig verf en te weinig dit, dan kan je nog een beetje hiervan toevoegen. Ik ga nu een schepje erop doen. En dan ga ik het uitrekenen. Ik heb dit ding eventjes op de handdoek neergelegd. Morgen ik dan niet op de tafel. Ik moet er nog wat bij doen. Als je nog wat plekjes erdoor ziet, dan moet je het bijwerken. Want je wil natuurlijk wel een hele plak vol. Zo. En zorg dat er. Zorg dat hij niet al te dun wordt. En je hebt maar heel weinig nodig. Je kan er zo wel 10 maken. Volgens mij van dit ongeveer. Want het verspreidt zich heel makkelijk. Ik heb, terwijl de zwarte op het aanrecht ligt te drogen, ga ik het roze maken. Ik laat het nog 1 keer zien en dan mogen jullie het zelf gaan proberen. Ik heb het afgewassen. Nu gebruik ik een boterkaas eierenbord. Maar het kwastje kan je ook gebruiken om tussen de randjes doen.
als het niet lukt met de pollen. Ik heb genoeg gehoord. En zo is de roze geworden. Even goed afwegen. We hebben dus lepel weer. Je kan dit nu ook vakje voor vakje doen. Als je ook zo in hebt. Maar zoals ik het al zei bij de zwarte, zorg dat het niet al te dun is zoals dit. Je doet het net zoals ik, pak je er gewoon een volledige los mee. Is dat de kleur heel mooi roze blijft en dat het niet licht wordt. En het nadeel is wel dat hij zich niet zo goed verspreidt. Dit is plakkaatverf. Het nadeel is dat hij wel licht wordt. En het voordeel is dat hij wel goed rolt. Dus eigenlijk het tegenovergestelde. En dan gaan we zo meteen testen. Welke het beste krijgt. Nou, ik ben heel benieuwd hoe het gaat, dus ik ga hem testen. Ik heb een foutje gemaakt, dan kunnen we meteen testen of hij het ook doet met wegvegen. Hij doet het prima, daar ben ik wel blij mee. Maar alleen het nadeel is dat hier wel een beetje de verf weg is gegaan. Dat vind ik dan weer niet zo fijn. Het is gewoon nat. Het droogt weer op. Ja. Maar... vind ik het wel wat lastiger om te schrijven op die plek. Zo. Nu is deze klaar. En doe ik de roze. Nu ga ik de roze testen. Met een ander kleintje, want hier is wel een beetje... Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.